Hallo, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Maxime en in dit korte filmpje ga ik jullie laten zien hoe je makkelijk van natuurlijke materialen bij jou in de buurt igmo's kan maken. Wat hebben we hiervoor nodig? Klei. Ik heb gekozen voor terracotta klei en witte klei. Witte klei is leuk omdat je het later, als het is opgedroogd, dan kan je het nog beschilderen. Zorg ervoor dat je klei hebt die gewoon opdroogt aan de lucht. Daarnaast hebben we nodig een deegroller. Iets om mee te schrijven. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook gewoon een satéprikker te gebruiken. Een beker, een rietje voor als je straks je fossiel wil ophangen en een touwtje. En natuurlijk plantjes, maar die gaan we nu eerst opzoeken. We gaan nu dus eerst plantjes zoeken. We gaan gewoon naar buiten en de plantjes zul je gewoon vinden bij jou om de hoek. Ga je mee naar buiten? Op zoek naar stoepplantjes. Andere mensen zouden het misschien kennen onder het woord onkruid. Maar dat is eigenlijk best wel negatief, net als ongezond en onweer. Maar die stoepplantjes zijn eigenlijk hartstikke leuk. Ze vergroenen de stad, ze zorgen voor biodiversiteit. Dat is eigenlijk een moeilijk woord voor dat er meerdere verschillende soorten planten zijn. En ze zorgen voor huisjes en voedsel voor insecten. Dus hartstikke leuke stoepplantjes. Daarnaast zorgen die stoepplantjes ervoor dat de stad veel koeler is. In de zomer kan het door al die bakstenen best wel warm worden. En als er dan plantjes zijn, is het veel frisser. Okay, het plantje dat ik hier heb gevonden heet een herderstasje. Dat kan je herkennen aan dat de vruchten in de vorm zijn van wat vroeger herders bij zich hadden, in de vorm van een tas. Persoonlijk vindt hij dat hij erg lijkt op een hartje. Dus als je deze ziet in de straat met al die mooie hartjes, dan is het dus een herderstasje. En die nemen we ook mee. Hier hebben we kleefkruid en dit plakt behoorlijk, maar ook heel mooi voor onze fossielen. Hier is nog een mooi exemplaar. Je herkent hem aan de prachtige paarse bloemetjes zoals je ziet en het is een paarse dovennetel. In tegenstelling tot de brandnetel zal deze niet prikken. Kijk, ik kan hem gewoon plukken. Wat we hier zien komt je misschien wel bekend voor. Dit is een paardenbloem. En als hij uitgebloeid is, zoals bij deze bijna, krijgt hij van die mooie zaadjes die kunnen vliegen. En dat is hoe die zich verspreidt. Deze nemen we ook mee. Zo, we hebben wat mooie plantjes verzameld en nu kunnen we beginnen met de plantfossielen maken. Ik ga het stap voor stap uitleggen. Nu moeten we gewoon wachten tot de klei droog is. Dit kan ongeveer 12 uur duren. Een nachtje slapen dus. Zo, de fossielen zijn nu droog. Kijk, ze zijn hartstikke mooi geworden. Wil je liever toch dat het een mooier rondje is, gebruik dan de beker. Daarmee kan je makkelijk een perfect rondje maken. Je kunt hem later ophangen, zoals deze. Maak dan met een rietje, als de klei nog droog is, nat is, een gaatje. En met een touwtje kun je hem mooi ophangen. Bedankt voor het kijken. Ik ben benieuwd naar jullie creaties. Kun je niet wachten op een volgend filmpje of jullie nog iets moois maken? Kijk dan op de volgende websites voor leuke profjes met de natuur die je thuis kan maken.